Voorzichtig stapt Gandhi haar nieuwe verblijf binnen. Ze is 52 en klaar voor haar pensioen. Sinds deze maand woont ze in Elephant Haven, een rusthuis voor olifanten in Frankrijk. Gandhi komt uit de dierentuin, maar daar had ze het heel moeilijk. Omdat ze bang is van andere olifanten, heeft ze nu haar eigen plekje. En daar zijn Tony en Sophie super blij mee. Ze komen uit België, maar wonen nu in Frankrijk en hebben het olifantenrusthuis opgericht. We hebben heel veel jaren in de dierentuin gewerkt van Antwerpen. En ik met olifanten. En Sophie met allerlei andere dieren. En nu zijn wij hier in Frankrijk beland, in de Limousin. En we hebben een opvangcentrum opgestart voor olifanten. Ja, een soort rusthuis voor olifantjes, circussen en zoos. Elephant Haven is het enige olifantenrusthuis van Europa. Het is er vooral voor olifanten die uit het circus komen. Veel olifanten hebben het moeilijk gehad in het circus en hebben nu een fijne, rustige plek nodig om met pensioen te gaan. Achter ons hier onze eerste gepensioneerde. Voilà. Ze is hier nog maar 2 weken. Ja, dus ze is nog wel aan het aanpassen. Ze is nu in haar observatieperk, zeggen we. Dus ze gaat telkens al verder van haar stelletje. In bijna alle Europese landen is het ondertussen verboden om wilde dieren te gebruiken in het circus. Ook in België. De meeste olifanten gaan dan naar de dierentuin, maar dat is niet voor elke olifant de beste keuze. Tony en Sophie hopen om in hun verblijf zoveel mogelijk olifanten te kunnen helpen. De video heb je gecheckt? Nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.